Opnieuw is er een dode gevallen bij een verkeersongeval op de kruising Boersingel-Boomkatenweg. De automobiliste kwam vanaf de kant van Rijssen en wilde de Boersingel oversteken. Dit keer zagen agenten het ongeluk voor hun ogen gebeuren. De gemeente gaat de weg nu afsluiten. Er kwam een vrachtwagen van de kant van Rijssen. Deze raakte de personenauto vol in de flank. De vrouw was op slag dood. Twee agenten van het Nijverdalse politiekorps zagen het ongeluk voor hun ogen gebeuren. Ze waren net bezig met een controle op de kruising om te kijken of men niet afsloeg op de Boersingel. Ik keek net die kant op en zag de vrachtwagen vol in de personenauto rijden. Ongelooflijk, aldus een van de agenten. Ook de collega zag het ongeval gebeuren en was flink aangeslagen door het dodelijke ongeluk. Twee andere collega's hoorden het ongeluk gebeuren en kwamen direct naar de kruising toe. Toen bleek het voor het slachtoffer al te laat te zijn. Het stoffelijk overschot van de vrouw heeft ruim 1,5 uur in de auto gezeten. De verkeersongevallenanalyse moest eerst onderzoek doen. Volgens wethouder Paalman is na dit ongeluk besloten om de weg tijdelijk af te gaan sluiten. Deze afsluiting zal vanavond nog worden gerealiseerd met hekken. Volgende week gaat de wethouder overleg plegen over wat er verder met de kruising zal gebeuren. De aanwonenden krijgen vanavond nog een brief van de gemeente in de bus, waarin zij op de hoogte worden gesteld van de afsluiting. Omwonenden wilden niet meer reageren. Ze zijn woedend na tientallen ongelukken op de kruising, waarvan enkele met dodelijke afloop. In een interview in augustus van dit jaar zei wethouder Paalman tegenover SBS6 dat de kruising geen extra gevaar oplevert voor automobilisten en relatief veilig was te noemen. Je moet gewoon goed uitkijken, aldus de wethouder tegenover de landelijke zender. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het ongeluk gebeurd doordat de vrouw verblind geweest is door de laaghangende zon. Hierdoor heeft zij waarschijnlijk de vrachtwagen niet zien aankomen. De Boersingel is ruim 1,5 uur afgesloten geweest voor het onderzoek.